Welkom bij het DBC-nieuws van woensdag 1 november. Met vandaag griezelentijden spooktocht in Liemt, eerlijke producten shoppen met de burgemeester en werd er voor de 50ste keer hard gelopen door een modderig Sparrenrijk. Bij Plus houden we van rijst. Neem nou onze Fairtrade pandanrijst. Een lange korrel met een lichte nootachtige smaak. Heerlijk, maar ook eerlijk. Want de rijstboer in Thailand krijgt er van ons een goede prijs voor. Dat is goed voor de boeren daar en goed voor de boeren hier. Wist je dat? Wat zoekt hij nou, jong? Oh, de saus. Waar ken ik hem toch van? Plus, goed eten. Daar houden we van. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Bokstel. Springen over takken, een heuvel bedwingen en zo hard mogelijk rennen over smalle paden. De jaarlijkse Sparrenbosloop van atletiekvereniging Marvel daagde de deelnemers zondag weer flink uit. Rond 10:30 werd het na een regenachtige ochtend droger. De zon kwam door en Sparrenrijk was gehuld in herfsttinten. Een mooi decor voor de start van de kidsrun. De jonge atleten legden een parcours van 1500 meter af. Zo, een flinke knal en de kinderen zijn weg. Er wordt al hard gelopen. Zo hard ze konden renden de kinderen door het bos. Doordat er veel modderplassen waren, gleden ze soms wel uit. Maar dat vonden de sportievelingen juist alleen maar leuk. Zie je dat? We staan hier bij de winnaar. Jannes, hoe ging de race? Best wel goed. En had je ergens een moeilijk moment? Aan het einde vooral, bij de eindsprint. Hier sta ik bij de winnares Annika. Zij is de beste dame, of dame is eigenlijk niet goed, beste meisje. Hoe was het voor jou de race? Nou, in het begin was het wel spannend, want ik wist niet precies hoe de ronde liep. Dus bij het einde had ik gewoon alleen nog maar mijn eindsprint kunnen doen en toen was het al voorbij. Ja, zeker. Een jubileumjaar. Voor de 50ste keer hebben we nou de Sparrenbosloop georganiseerd. Voor de 50ste keer, voor het jubileumjaar, hebben we een speciale route uitgezet. Over een zandheuvel met een aantal hindernissen, over een modderpad, over een biels. Ja, een heel gevarieerd parcours. De route was te klein. We willen het meer beleving hebben. Zijn jullie tevreden met de opkomst? Ja, we zijn heel tevreden. We hebben 56 pupilletjes gehad, jeugd, bij de kidsrun. En de kidsrun was 1500 meter. Dat hebben ze goed gedaan. Prima gelopen. En zojuist om 11 uur zijn we gestart met de recurrentenloop. Dat is een loop over maximaal 10 kilometer. Het is 3 rondes. En ja, de opkomst was buitengewoon, moet ik zeggen. We hebben 130 recreanten aan de start. Ja. Zeg kapot. Ja? Ja. Wat was er moeilijk? Overal. Er zitten wat extra obstakels. Ik heb gisteren gelopen. En vandaag weer. Dat gaat niet meer. Moet ik accepteren. Hoe oud bent u? 73. Zombies, heksen, duivelse baby's en bloederige messen. Wie zaterdag een bezoek bracht aan Liemt, liep het risico de stuipen op het lijf gejaagd te worden. Ruim 180 kinderen spookten door het dorp tijdens een speciale Halloweentocht. En bij zo'n griezelavond horen natuurlijk angstaanjagende kostuums. De Liemtse jeugd doste zich uit als heks, spook en duivel. De deelnemers liepen door het dorp en bezochten verschillende enge plekken. Zo was een garage ingericht als de set van de videoclip thriller van Michael Jackson en verrichtte een horrorchirurg verschrikkelijke operaties. De spooktocht in Liemt werd georganiseerd door de buurtverenigingen Keefheuvel en Kerkeind en was een groot succes. Je zult deze mensen maar tegenkomen in het donker. Een keuze maken uit 11.000 foto's die hij de afgelopen 50 jaar maakte.
Fotograaf Gerard Schalks uit Liemt stond voor de taak om zijn mooiste foto's uit te kiezen. De prenten zijn komend weekend nog te zien in de Liemtse Hert tijdens de expositie Gerard Kiekte 50 jaar. Vrijdagavond werd de tentoonstelling feestelijk geopend. De bezoekers genoten van de vele prenten, van voetbalclub DVG tot een klompenmakerij. En dat leverde leuke anekdotes op. Waarom is dit een leuke foto? Op een gegeven moment, mijn vriend Jan van Kronenburg, die belde mij op. Hij zei, Gerard, André van Duin, die komt hier. Ik naar Jan toe. Want hij zou met een fanfare iets doen voor een of andere actie. André van Duin, die komt binnen, komt een gewone mens binnen, heel gewoon. Hij kleedt zich om, hij zegt, pop, voor het dikke, zegt hij, ik ben mijn bril vergeten. Laat mij nou toevallig net zo'n soort oude bril op hebben. Enfin, ik geef mijn bril aan André van Duin en de fotograaf ging zonder bril de straat op. Ja, heel leuk, heel leuk. Dan moest je ook draaien. Ja, hier draaien, want dan moesten we één ervoor draaien. Deze foto, daar wil ik je zo over vertellen, omdat die gaat over Bertus de Bres. Bertus, die heeft zoveel voor Liemde gedaan, voor de Jong Nederland, voor het voetballen. En op een gegeven moment was Bertus verdwenen naar Amerika. Waar ze ook mooie foto's hebben gemaakt, was bij de herfstkleurentocht. Want de wandelschoenen konden zondag weer uit de kast voor de jaarlijkse tocht van de wandelsportvereniging De Keistampers. 426 wandelliefhebbers lieten zich betoveren door de fraaie najaarstinten van het Dommeldal en de Geelders. De deelnemers liepen door akkers, bossen en weilanden en zagen onderweg de mooiste bomen en planten. Het herfstzonnetje dat af en toe tevoorschijn kwam, gaf het landschap een prachtige gloed. Door de slechte weersvoorspelling viel het aantal deelnemers een beetje tegen. Uiteindelijk bleef het grotendeels droog en konden de meeste wandelaars de route zonder nat pak afleggen. Eerlijke producten voor een eerlijke prijs. Wie Fairtrade producten koopt, zorgt ervoor dat boeren in ontwikkelingslanden goed betaald worden voor hun goederen. Om deze artikelen meer aandacht te geven, wordt jaarlijks de Fairtrade Week gehouden. Burgemeester Mark Buys van Bokstel en zijn collega Jan Pommer uit Sint-Michielsgestel deden zaterdag samen boodschappen en probeerden zoveel mogelijk Fairtrade producten te shoppen. Koffie, thee, chocolademelk en bananen. Burgemeester Buys en Pommer gingen op jacht naar eerlijke producten. Landelijk gezien wil Plus heel veel Fairtrade en biologische producten in de schappen hebben. Dus we noemen dat verantwoord ondernemen. Dus maatschappelijk verantwoord ondernemen noemen we dat. En ja, wij willen ook de boeren in die landen ook een goede kans geven en ook de juiste prijs betalen. Hebt u nu zelf een bepaald beleid om zoveel mogelijk Fairtrade producten te verkopen? Jazeker, we hebben de grootste schappenplannen van Plus, dus dat valt onder modulesturing en daar zitten eigenlijk alle Fairtrade artikelen standaard in. Weet je dat Fairtrade Week is? Nee. Weet je wat Fairtrade betekent? Ja, eerlijk toch? Eerlijke producten. Koopt u ook Fairtrade producten? Afhankelijk als het erop staat of niet, ik ken het er eigenlijk nooit op. Weet u dat het Fairtrade Week is? Daar heb ik iets van gehoord, ja. En ik zie ook dat hier in de winkel producten verkocht worden. Koopt u wel eens Fairtrade producten? Ik koop wel eens koffie, bananen en fruit uit die landen. En het is mooi dat wij ook een bijdrage kunnen leveren aan de boeren die daar ook hun verdiensten uit kunnen krijgen. Twee burgemeesters hier. De ene die ken ik dan wel wat beter. Waarom bent u hier in Bokstel? Omdat we samen Gestel en Bokstel heel veel dingen doen. En het heel erg leuk is om een keer vanuit Gestel te laten zien dat je ook in Bokstel geïnteresseerd bent wat hier gebeurt. Op het gebied van Fairtrade in dit geval. Wat gaat u nu in de winkel doen? De opdracht die we krijgen we nog te horen, denk ik, Mark. Maar ik begreep vanuit de mail dat we binnen 5 minuten, heb ik begrepen, zoveel mogelijk Fairtrade producten moeten vinden. Als het gaat over Fairtrade, we zijn in Bokstel heel erg bezig met duurzaamheid. En wij zeggen altijd, als je gaat kijken naar duurzaamheid, dan is de eerste relatie van duurzaamheid de relatie tussen mensen onderling. Als mensen om elkaar geven, dan geef je ook om de wereld. En dat om elkaar geven begint natuurlijk ook met faire handel. En zorgen dat iedereen het zijne krijgt. Om in ieder geval voor te zorgen dat de inzet van iedereen gewaardeerd wordt. En mensen een verzoenlijk leven kunnen leiden. We hebben de taken goed verdeeld, zie ik. We hebben niks afgesproken. Ik zal hem straks in zijn gesessel uiteraard ook helpen. Wij doen al zoveel dingen samen, dit doen we ook samen. Komt helemaal goed.
Dit was het DWC Nieuws van deze week. Volgende week is Michelle er weer. We hopen dat je dan weer kijkt. Tot dan!